Het afgelopen weekend vierden ze feest in Meeuwen. Een echt dorpsfeest voor jong en oud. Dit was Feest onder de bomen, editie 2024. Het laatste weekend van mei, dat is traditiegetrouw feest in het centrum van Meeuwen. Gisteren was het de beurt aan de jeugd. Toen organiseerde Jeugdhuis De Mans een spetterende line-up met lokale DJ's die hier op het podium op het Sergeant Meltjesplein hun talenten konden tonen. En het was een heel groot feest. Vandaag is het de beurt aan kinderen en gezinnen die zich van harte lust kunnen uitleven op een dead ride, op de springkastelen die er zijn of op een klimmuur. En de ouders die kunnen daarnaast genieten hier op het terras bij de lokale horeca van iets lekkers en genieten van ook lokale bands die hier komen optreden. We mochten de terrassen uitbreiden en ze hadden gevraagd of we een beetje muziek wilden zetten op het terras. Daar hebben we voor gezorgd, mijn collega Ronnie van het pleintje ook. Ja, en de horeca heeft hier ook natuurlijk het genot van. Je ziet het resultaat, het is zalig. Een vermoeide cafébaas, maar een gelukkige cafébaas. Ik vind het een prachtig evenement. Je ziet ook heel veel lachende gezichten, veel jonge kinderen. Er is enorm veel te doen, fijn in de natuur. Dus voor mij is het heel fijn om als foodtruck hier te staan. En fijn dat het lokaal kan gebeuren, hè? Ja. We zijn gevraagd van de organisatie uit om eigenlijk de kinderen hier te komen animeren en de hele middag bezig te houden. Wij begeleiden eigenlijk de kinderen op zowel de parcours als bij bijvoorbeeld het bierbak klimmen. Dus we zijn eigenlijk overal aanwezig. Leuk om zo de gemeente bijeen te brengen, om alle mensen hier samen te krijgen, vrienden te zien, familie te zien, dus dat is eigenlijk wel heel mooi, ja. We zelf zijn niet van Meeuwen, maar van Neerlabbeek, maar ook mensen van Meeuwen kennen we natuurlijk. Het is ook fijn om die mensen hier weer opnieuw te kunnen zien. Ja, wij vinden het ook gezellig om weer met elkaar te babbelen en een beetje de sfeer op te snuiven die hier zo gezellig is in Meeuwen natuurlijk, hè. Met Feest onder de bomen, daar zetten wij in Oudbergen de zomer mee in. We hebben een zomer vol kleur in Oudbergen waar er van alles te doen is. Zo zijn er de Royssefeesten, er is Lauwelfeest. Op 23 juni is er ook de Rommelmarkt. En van 30 juni tot 1 juli is het ook kermis in Gruiterode, vlak bij ons thuis. 5, 6, 7 augustus is er de fietsie, driedaags in de Moed. Van 12 tot en met 19 augustus komt hier Circus Pitino. En? De TVL-vertellingen zijn er, er is Vlaanderen Zingt, er is de Rommelmarkt, de kermissen, muziekfestival Floatline. In Oudbergen, daar ga je je zeker niet vervelen. Je kan alles terugvinden op onze website of in de brochure Zomervol Kleur in Oudbergen.